De zusjes Christine en Irene van Doornik uit Amersfoort gaan zometeen de donorcatwalk op. Ik ben heel zenuwachtig. Een beetje zenuwachtig zijn ze wel, maar het is voor een goed doel. Voor onze zus Annemarie, die wacht al 2 jaar op een nieuw hart en nieuwe longen. En ze is er zo ernstig aan toe dat ze echt op moeten schieten, anders dan komt ze binnenkort te overlijden. Annemarie heeft een hartafwijking en komt de deur niet meer uit. En ze heeft 24 uur per dag zuurstof nodig en ze is heel snel buiten adem. Dus ze ligt al 2 jaar op bed en ze komt er eigenlijk ook niet uit. Haar zussen staan vandaag in de spotlights. Ze maken een rondje op de catwalk om aandacht te vragen voor het donortekort. Annemarie is thuis. Ik ga moe naar bed en ik sta weer moe op. Dus ik ben de hele dag moe en benauwd. Annemarie staat al maanden bovenaan de wachtlijst, maar ze wacht nog steeds op dat ene telefoontje. Nederland is gewoon lui. Ja, mensen willen gewoon... Je hebt heel veel mensen en dan als je gaat vragen van ben je donor? Nee, ik ben geen donor. Zou je het willen zijn? Ja, ik zou het wel willen zijn. Maar echt die stap om het te worden en om het te laten registreren, dat doen mensen niet. De stichting 2 miljoen handtekeningen wil dat zoveel mogelijk mensen tekenen voor het actieve donorregistratiesysteem. Iedereen is dan automatisch donor, tenzij je hebt aangegeven dat je het niet wilt. Ja, je weet wel dat als die donor niet komt of die donor komt te laat, dat het gewoon over is. En, daar hebben we in ieder geval geprobeerd om donoren te werven en mensen ervan bewust te maken. En, dan is het aan de politiek om daar wel mee te doen. Annemarie is gisteren 19 jaar geworden. Het is maar de vraag of ze de 20 haalt. Ik wil gewoon leven en dat kan dan niet. Ik kan niet leven zoals een normale 19-jarige. Het liefst wil Annemarie gewoon leuke dingen doen, zoals shoppen en uitgaan, samen met haar zussen. Als 19-jarige hoor je gewoon niet op bed te liggen. En er zijn 1300 mensen die zo ziek zijn. En alle 1300 hebben ze hulp nodig. En daarom is het heel belangrijk dat iedereen donor wordt. Dus teken die petitie.